Barbie geniet dit weekend van quality time met Angelina op het strand van Scheveningen. Door het heerlijke zomerweer zijn moeder en dochter helemaal in hun nopjes. Niet aan mijn broek! Na een moeilijke periode door een mislukte zelfmoordpoging en het uitlekken van meerdere pikante sekstapes pakt Barbie de draad weer op. En ze wil er vooral zijn voor haar kinderen. Op Instagram deelt ze deze tekst. Ik ben de trotse moeder van een stel verdomd fantastische kinderen. Terwijl Angelina in Nederland woont, zorgt Michael in Spanje met zijn vriendin Naomi voor zoontje Milano. En dat valt Barbie zwaar. Ze schrijft, lieve kleine jongen, wat mis ik jou. En wat gaat de tijd toch snel. Hier op deze lieve foto was je net geboren. Mama houdt zielsveel van jou, kleine man. Onvoorwaardelijke liefde voor altijd. Toch lijkt het erop dat Milano voorlopig nog even in Spanje blijft. Milano die wil echt naar mij. En Angelina die wil in Nederland blijven. Ja, die band tussen Angelina is ook een stuk sterker met Samantha dan de band met Milano en Samantha. Het is echt een papa's kindje.